B-ploeg heeft vanmiddag nu ook de trofee La Iguelia gewonnen. De openingswedstrijd van het Italiaanse wegseizoen. Van den Broeke, zondag nog eindwinnaar in de ronde van de Middellandse Zee, versloeg vandaag drie Italianen in de spurt. Al 33 jaar lang is de Trofeo La Iguelia in Italië, wat bij ons de omloop het volk is. De opening van het wielerseizoen, publicitair enorm belangrijk dus. Zeker voor de Italiaanse sponsors. Mapei GB beschikt dit seizoen over 30 renners, maar scoort met de jongste van het pak, Frank van den Broeke. Zondag al de beste in de Ronde van de Middellandse Zee. In de slotfase van de wedstrijd moeten de renners twee keer de testico op. En de eerste aanvaller is niemand minder dan Axel Merckx. Maar de zoon van de bekende vader zal het niet houden tot het einde, want het zijn de Mapeis die aan het jagen gaan. Tijdens de tweede beklimming van de testico gaan drie Italianen aan de haal en die krijgen op 15 kilometer van de streep het gezelschap van Frank van den Broeke. Van den Broeke die uit de groep ontsnapt was net voor de top van de testico. De drie medevluchters zijn geen onbekende voor onze landgenoot. Colombo, Massi en Coppolillo waren ook al bij de beste in de ronde van de Middellandse Zee. Van den Broeke vloert de drie in de sprint. Massi wordt tweede voor Coppolillo en Colombo. Musset wordt één minuut later vijfde, Van Hooijdonk negende. En in Italië menen ze nu al een nieuwe Eddy Merckx te zien. Penso che non hai più un nuovo Merckx perché c'è un altro ciclismo, ciclismo moderno fatto come Merckx per me non possibile.